Café De Wereld. Nou, Molly, ik denk dat ik dit jaar mee ga doen. Waar ga je aan meedoen, Henk? Aan de Ramadan natuurlijk. Vanaf vandaag volg ik een keihard vaste dieet. Laten we eerlijk zijn, er kan wel wat af, toch? Er was een tijd dat het corpus zoals jij dat nu bezit in schoonheid het hoogst haalbare was. Maar gelukkig ligt voor mij die tijd al ver achter ons. Hoewel ik mij minder bekommer om het lichamelijke dan om het geestelijke. En daarin ben ik mijn tijd er weer ver vooruit. Zo zie je, een mens leeft zelden in zijn eigen tijd. Nee, maar mijn beekje leeft wel in het hier en nu. Alleen komen zijn bestellingen op de een of andere manier altijd ergens eind 18e eeuw terecht. Mijn beekje, waar blijft mijn kaasplankje? Nee hoor, Jaap, ben je benaartafeld. Niemand hier vindt dat je een modderfiguur slaat als je op de eerste dag bij de NAVO dat schitterende uniform van de scouting aandoet. jongens, een beetje respect, ja, voor de nieuwe secretaris-generaal. Sorry, ja, ben ik weer. Ja, joh, hopman word je niet zomaar. Dan mag je best trots op zijn. Wat? Dat zou ik niet weten, Jaap, of dat nog past. Wij zeggen binnen het CDA heel vaak: het is niet de omvang van de man die het formaat bepaalt. Ik zou niet weten wat dat betekent, maar het is een slogan. Ja, Jaap, het wordt weer allemaal net als vroeger. Jij de hopman en ik ben de welpen. Ik zal het nooit vergeten, Jaap. Tot snel, Jaap. Die vliegt daar. Die doet me een beetje aan jou denken, Harry. Hoeveel er ook over hem heen gezeken wordt, hij blijft gewoon zitten. Dat is geen vlieg, Theo. Dat is je schoen. Oh? Echt, ik begrijp niet waarom ik niet veel en veel populairder ben. Ze zeggen toch dat macht erotiseert? Ja, in de meeste gevallen is dat ook zo. Jazeker. En nu even niet? JP, wat denk je nou zelf? Nou en of macht erotiseert. Maar de opstanding des heren in de broekeman van Henkes wordt danig in de weg gezeten door mijn fijne foster parents poppenkind in de keuken. Ik heb wel macht over hem, maar ik krijg het niet in zijn kansarme hersentjes geprint dat hij een kaasplankje moet kunnen serveren binnen de Olympische limiet van 1 fucking uur. Een uur, mijn bekie, voor een kaasplankje! Nog een briesetje om het af te leren, JP? Ah, die fotoshoot voor het maand augustus van mijn kalender was prachtig. Ik wilde op zo'n gebarsten bodem in China poseren. Die grillige scheuren leken mij qua schaduw zo mooi. Moeder Aarde heet die foto. 1 grote, warme baarmoeder waar die je aan vastklampt. Zo voelde het. Naakt? Ja, wist jij dat Bami Pankak met saus apart helemaal niet bestaat daar in China? En telelens betekent daar mag ik even van uw toilet gebruik maken. Wist jij dat? Dat is China, fascinerend hoor. Hebben ze hier die rosé nog? Doe daar maar 6 flessen van hoor, Henk. Ik ben weer zo geil. Iets voor jou, Theo? Ik weet het niet. Wat staat er? Ik heb vanochtend per ongeluk mijn lenzen opgesnoven. Gunsja, Ben. Als je met Harry Mens hebt gewerkt, duurt het jaren voordat je gevoel terugkomt. Maar wat staat er dan? Acteurs gezocht voor amateur theaterproductie. En wat betekent dat? Nou, gewoon dat ik acteurs zoek voor een amateur theaterproductie. Ik heb er zo genoeg van dat mensen altijd maar zeggen dat ik de regie kwijt ben. Iedere keer als er iets gebeurt, is Balkenende weer de regie kwijt. Balkenende had de regie strakker in de hand moeten houden. Balkenende kan het wel, maar hij zou wat beter zijn best moeten doen. Nou, ik zal ze eens wat laten zien. Ik ga een toneelstuk instuderen met allemaal acteurs. En als we dat opvoeren, dan maken we een grote poster. En daar staat op: Jan-Peter Balkenende produceert een Jan-Peter Balkenende productie. Naar een idee van Jan-Peter Balkenende. Regie Jan-Peter Balkenende. En welk stuk ga je dan doen? Oh, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog aan de heer Donner vragen. Oh, ja, nee, die slappe verhalen, die kennen we al zo langzamerhand. Dat wordt natuurlijk nooit wat. Oh, man, net als met mijn films. Maar de Ramadan is er niet om van af te vallen, Henk. Ja, geestelijk wel. Geestelijk afvallen, hè? De reiniging van het lichaam naar de reiniging van de geest. Zoiets. Maar geestelijk ben ik wel in orde. Ik ben alleen een beetje te dik. Mag ik daar niet meedoen? Dat moet je mij niet vragen, Henk. Dat moet je Allah vragen. Ja, schuif het maar weer af. Mijn bekie!